Goedemiddag allemaal. En ik weer Zelda Play 20 met iets totaal anders. Gisteravond hebben de Tauler en ik via Skype een lolletje gehad. En we kwamen over Rage Games. En om een lang geding kort te maken. We hadden met elkaar afgesproken tot op het moment dat hij een Rage Game zou doen. Dat ik ook een Rage Game zou doen. Nou heeft hij een Fair Mario van mij moeten doen. En ik heb zijn video net gezien. Dat was gewoon hilarisch. Alleen, ik moet die Impossible Quiz doen. Nou, ik heb zelf nog nooit gehoord van de Impossible Quiz. Ik heb wel van gehoord. Ik heb hem nog nooit gespeeld. Ik heb hem heel lang geleden gezien, maar dat ben ik al lang weer vergeten, jammer genoeg. Dus ik weet niet wat me te wachten staat. Ik ga deze challenge gewoon aan. Als een bikkel, als de Zelda-player die we kennen. Zover ik weet, de Tauler had me wel gewaarschuwd tot alles in het Engels zou zijn. Dus laten we maar beginnen. Oké, that actually scared me. Daar begint het al mee. Daar gaat het al goed. En er stond, uh-oh. The Impossible Quiz. Nou, start. How many holes in a polo? Wat? How many holes in a polo? Als dat een t-shirt is, dan denk ik 4. Ik ben slim! Oké, okay. Can a match box? Can a match... Hè? Wat zijn er voor vragen? Can a match box? Yes, no, yes, one beat my Tyson? No, but a tin can. Wacht, zijn dit punten? Dit is mijn afdeling. Dit zijn punts. Can a match box? No, but a tin... Ja, ik denk dat deze... Ja! Scrubber recap. Neutica. Schatzrunza. Wat? Wacht eens even. Answer this question backwards. Oké. Yay! Click the answer. Out of order, out of order, out of order. Hoe moet ik dan weten wat die answer is? Oh, een gemeen spel. Put the mouse on here. Now, don't touch blue. What? Don't touch blue. En ik moet daar dus zien te komen. Ik weet niet wat de Tauler voor spel heeft, maar tot nu toe heb ik alles... Wacht eens even. Ik ga er gewoon omheen, hè. Ja! De wortel van onion. Carrot? Oké. Okay. Carrot is niet goed. Pie. Shallots? Hoezo shallots? The answer is really big. Really big. Damn, waarom moet dit zo luid zijn? Oké. Try again. Ik moet het nog een keer proberen. How many holes in a pot? 4. No, but the tin can. KO. Click the answer. Start here. Omheen. Moet ik het echt de hele tijd overnieuw doen? Shallots. Ik snap het niet. The answer is really big, yeah. Answer? Nee. An elephant. Search. Search what? Keep looking. Oké. Wat moet ik zoeken? Do not want. No. Sad face. No way! Oh my god, wat moet ik... Keep going. Ja, wat wil je dat ik zoek? Wat moet ik zoeken dan? Do not want. Nee, daar kom ik achter. Wat moet... Oké, that's no way. Sad face? Nee. Do not want. Ik wil niet weer opnieuw. New chance. No. Yes! Yay! What was the answer to question 2? Ah, nee. Dat was die.
Ja, ik wijs nou op mijn scherm, sorry. Dat was deze. Maar er staat that one met een pijltje naar die, dus... Oké, choose food. Food. Nee. Dit is toch allemaal geen voedsel? Ik bedoel, ik zie maar echt niet een rubberen handschoen, tanden, een oog, een chair of een pen. Nou ja, pennen kouwen mensen nog wel eens. Is het een pen? Ah! Oké. Terug bij vraag 10. Choose food. Hoezo zit... Wat is dat? Skip. Oh, ik heb vragen skippen. Oké. What follows December 2nd? Question mark 142 dwarves. December 3rd. Zal wel fout zijn. Ja. De N. Klinkt de smallest. Oké. Hoezo was dat niet te klaar? Oh, dan wil ik weer alles overnieuw doen. Oh, wat een kool. Four. No, but the thing can. KO. Answer. Hier. En dan gaan we ook. Ik ging eromheen. Ik ging hier omheen. Shallots. Elephant. Voice crack. Search. Die stond hier. That one. And... Oh ja, het waren die. Oh, damn. Klik de sma. Deze is de. Oh, ja. Yeah. Oh, dat is gemeen. What sound does a bell make? Whoop, tang, vroom. Blip, bloep, blip, 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 vroom. Tang? Oké! What can you put in a bucket to make it lighter? Can't laughter? Oké. Dan zou ik denken a hole. Aangezien dat je dan minder materiaal gebruikt en alles, maar dat is volgens mij veel te logica, daar dacht ik al. Gipsies? Een torch? Hoezo een torch? Ik snap hem niet! Ik snap hem niet! Winnie. QWERTY. Dit is een toetsenbord. Dit is gewoon een toetsenbord. Sorry, no skipping. Nee, Winnie. Moet ik dat intypen? N-E-I-G-H-W-H-I-N-N-Y? Nee. Wat moet ik hier doen? Wat moet ik hier doen? Je hebt een paard. Die kijkt. Oké, ik dacht dat ik op de L moest klikken. Ah, terug naar al die vragen en dan zie ik jullie weer wanneer dat we hier zijn. Nig Winey. Waarom staat er een paard? Een paard op toetsen. Ik snap het niet. Wat wil je? Ook op de H drukken van horse? Nee. Vader! Wat is het zevende letter van het alfabet? Wacht. Okay. Of. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Of bedoelt hij die alfabet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan zou het een H zijn. Nou, aangezien dat dit spel al zo erg vaag is, ga ik voor de H. Yes! 24 min 7 is... Ja, 17. Kijk op die zit. Nee. Zie! Oh, dit spel, dat is zo gemeen. Stop. En dan zien we een klok met een emmer, een hamer. Stop. Hammer time! Oh, die ken ik. Color in the correct order. Wat?
groen. Paars. Ik ben het niet. Paars. Oké. In de correct order. Hoe moet ik dit weten? Anders gebruik ik gewoon de skip hoor. Blauw. Blue. Orange. Green. Green. Yellow. Oh, die is gemeen. Deal or no deal? Deal. No deal. Seal. No seal. deal. Seal? Hoezo seal? Watch carefully. Now choose. Plus one skip? Ah, ik wil escape. Escape. Moet ik weer al die vragen doen? Hoe lang zit ik al in de video? Pas 10 minuten. Ik moet doorgaan. Want ik zal doorgaan. Als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. Er komt geen einde aan, want ik zal doorgaan. Ja, ik zal doorgaan. Tot waar het gaatje zijn. Ik zal nu doorgaan. Waar komt dat paard toch weer vandaan? Ja, ik zal doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus ik zal doorgaan. Seal. Dat was. Ja, oké, okay, watch carefully. No choose. D. Oké. Okay. The choice is yours. Escape werkte niet. Plus one life, plus one skip. Dat zijn allemaal een beetje te goede dingen. Plus one skip? Oh. Save changes to untitled. Yes, no, cancel, run. Wat? Welkom, wat is dit voor een spel? Ik bedoel, de Towler, wat is dit voor een spel? Ik bedoel, gast, wat is dit voor een spel? Ik bedoel, platformer, oké, maar... Dat je daarop gaat ragen, maar wat zijn dit voor vage vragen? Heb jij die verzonnen of zo? Wat is dit? Ik snap hier echt helemaal niks van. En ja, ik weet dat mijn camera die wappert een beetje langzamer. Het gaat meer om het spel dan om mijn reacties eigenlijk. Dat hoor je wel aan mijn stem. Maar goed, save changes to the untitled. Ja. Nee. Cancel. Gewoon cancel. Bram. Sorry, no skipping. Wat? Wat? Dit, sorry. Oké, klik. Die. Viva. Klik de vin. Klik de. Vin. Ja, dat is een klik. Die. Waar moet ik op klikken? Ik kan alleen maar op de kleurtjes klikken. Klik de vinkels? Flinkels? Vinvols? Wat moet ik hier doen? Ik weet het, ik kom nou waarschijnlijk heel erg dom over. Klik de V in lives. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, omdat ik nou heel erg veel zit. Maar ik moet de V klikken op lives, oké. Okay. How do you kill a werewolf? Shoe polish, gravy, granules, black pudding. Sillet bang. Sillet bang. Het is grappig. Sorry. Shoe polish. Ja! Which of these place names doesn't exist? German's weak. Bitchfield. Arse. Facey. Blubberhouses. Brown Willy. Twat. Butt Titsen.
German Sweek, Bitchfield, Blubberhouse, ik denk... Ik denk... German Sweek? Ah, oh, mijn hand op me. Oké, ik ga er nog een keer doorheen. Ah, oh, damn you, Towler. Dit is gewoon echt veel meer werk. Jij wist waar je mee bezig was. Dit is zo gemeen. Ah, oh, dit is echt gemeen. Hij heeft al misschien 20 minuten geraged. Maar ik moet hier ook heel erg veel uitknippen elke keer. En elke keer moet ik al die vragen weer beantwoorden. Dan heb je weer een knip, waardoor dat we dan toch weer een beetje verder gekomen. Ik vind dit echt heel gemeen van de Towler. Maar ja, het is een challenge. En ik ga niet lopen janken van huis mee. Ik ga dit gewoon keihard hard winnen. Nou ja, ik denk niet dat ik hem helemaal zal gaan winnen. Maar laten we een marker zetten. Ik weet niet op welke vraag dat we net waren. Dus ja, een torch, die snapte ik nog steeds niet. Horse! Dus wat ik ga doen... Dus ja, dat is de H en dat is 17 en het stop hammer time. En dan moeten we weer blue, orange, green, yellow. Ja, en dan zeggen we seal. En watch carefully, dat is automatisch die. Tot nu toe is het elke keer die geweest. Ja, nou weer. Skip. Wat was het nou, brandstof of can? Can. Oh ja, dan moet ik op de V. Oké, we zitten op vraag 25. Als ik vraag 30 haal, dan stoppen we. Vraag 30. En nee, dan gebruik ik geen skips. Oké. Dus het was geen solid... Oh, weet je, deze hadden we al. Hier waren we, ja. Vraag 26. Dan gaan we door tot 31 vooruit dan. Oké, German Sweek bestaat dus. Bitchfield. Butt Titsens. Nee. Twat. Brown Willy. Blubberhouse. Oké. Arsfacie. Oh, het was gewoon Arsfacie. I hope you've been paying attention to the question numbers. Ik zei het net nog. Ik denk dat dit 28 is. Yes! What is this? Ballad bun, fairy cake, ambient dance, cruel. Ik zou zeggen fairy cake, maar ik vind het ook cruel. Nee, cruel dan. Nee. Abidans. Oh. Oh, alsjeblieft. Ik hoef nog maar twee vragen. Alsjeblieft, laat me dit niet overnieuw doen. What flavor is cardboard? What flavor is cardboard? Egg, mayonnaise, talc, pork, scrap. Honing. Gewoon honing. Oké, hier zijn we weer. What a flavor is cardboard? Is er iets secrets? Nee. Egg mayonnaise. Hoezo? Oké, put the mouse on here. Now don't touch the green. Oh boy. Oh, I did it. Woof. Oké, we gaan gewoon door totdat ik dood ga nou. What are the main ingredients of shampoo? Cricket crab, baby shamp and human faces? Rocks and sausages? Cats and whelks? Wat zijn dit wel? Ik skip. How many letters in his hand? Ik heb zo'n bloederige hand. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik zie de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, of 9. 9, sorry. Ook niet. 8. 7. Ik wil dat antwoord weten. Ik weet het. Ik zou stoppen, maar ik moet dat antwoord weten. Ik moet het gewoon. Oké, 7. Oké, blijkbaar de laatste. Elephants don't like mice. 3 olifanten en een muis. Dit is mijn muis. Wat moet ik doen? Elephant don't like mice. Dan... Nee. Waar moet ik op klikken? Ik ken niks. Wat wil je, spel?
What do you want from me? Serieus? Is niet waar ik op kan klikken. Dit snap ik niet. 3? Skip hem maar. If you press this button, it's game over. Ultimately, click this one. Carry on! Okay. What do you call a wingless fly? A flap, a walk, a plum? Jason! Nou, volgens mij was dat een walk. Can you get this question wrong? Nope, nope, no way. Of course not. Nope. Logica's. Mary Rose sat on a pin. Oh, really? Mary Rose... burst her piles... Ha 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 ha. Wie? Ja, Mary Rose. What the hell? Cylinder Roll Adventures, right here, right now. Cough drops. Space, serious business. Whoa! Don't touch the pink. If I only had a bridge. Wacht eens even. Oh my god, dat is hilarisch. Oh, dat is zo flink. Wat moet ik hier doen? Ik skip deze gewoon, ik wil wat meer vragen. What is the answer to life? The universe and everything. Hint, it's 24. Ja, maar er zijn zoveel... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. Dus dan is deze. Ja, ik ben slim. Oké. Bridget makes everyone... Okay, straight. B and Tom Cruise. Straight. Bekijk het spel, bekijk het. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb helemaal gehad met jou. Game over, try again. Nee, nee. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik heb helemaal gehad met jou. Echt, serieus. Wil je het spel zelf een keer proberen? Ga je gang. Klik in die link. Heb veel plezier. Klik op. Waar ben ik? Daar. Klik hier eventjes, ja, hier een hele mooie tekstbalk die hier aankomt met een mooi balkje eromheen. En dan zie je de touwler rage op Unfair Mario. Ik ben Zelda Player 20 en ik ben helemaal klaar met dit spel. Jezus, wat is dit voor een onzin? Ik ben er helemaal... Oké, jongens. Willen jullie meer van dit soort challenges zien? Laat het de touwler en mij natuurlijk weten in de reacties. En ja... Natuurlijk wordt Luigi's Galaxy nou ook nog geüpload. En ik moet zeggen, ik vond het wel leuk om te doen. Het is een keer wat anders. En ja, ik ben wel bang voor de volgende die eraan zit te komen. Want ik weet zeker, jullie willen meer zien van dit. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. En ja, op dit kanaal heb je dus zeg maar het kanaal van de Touwler. Echt geweldige gozer. Leuk om samen mee te werken. Aan de onderkant nog een keer de link zeg maar om zijn... Unfair Mario te zien en ja, laat het weten in de reacties en support mijn pijn door een likeje te geven, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, dat is niet echt nodig. Alleen als je er de tijd voor hebt en de zin hebt natuurlijk. Dus ja, met dat sluit ik dit video af. Dit was Zelda Play 20 en tot de volgende keer maar weer.